Welkom bij Kappernauw. Mijn naam is Ton van Rijswijk en tegenover zit mijn collega Jolanda Bouwmeesters. En wij praten met Christa Peek van Wijkracht. Wat is Wijkracht? Ja, Wijkracht. In Haaksbergen is Wijkracht een onderdeel van de Nolpoort. Nolpoort zit in het gemeentehuis hier in Haaksbergen. En wij zijn van het maatschappelijk werk. Maatschappelijk werk? Maatschappelijk werkorganisatie, ja. En Wijkracht is een organisatie niet alleen van Haaksbergen, maar van meer gemeenten, heb ik begrepen, hè? Ja, we zitten ook in Hengelo, Oldenzaal, Dinkeland en Borne. Dus die gemeenten delen de kosten, zeg maar? Dat is allemaal, ja, het is wel bij elke gemeente weer anders geregeld welke zorg er geleverd wordt. En hier in Haaksbergen doen we vrij veel eigenlijk op het gebied van ondersteuning aan inwoners. Vrij breed. Ja. En nou ga ik een lastige vraag stellen, denk ik. Leg eens uit wat maatschappelijk werk inhoudt. Ja, dat is inderdaad een hele grote vraag, want het is... Breed, ja, heel breed. Het is eigenlijk maatschappelijk, het woord zegt het al, maatschappelijk. Het is bijna alles wat je eigenlijk kan tegenkomen in je leven. Dat is waar wij ondersteuning in bieden. Hè. Dus het kan zijn op het gebied van relaties, werk, stukje rouw, verlies, scheidingssituaties. En ook voor kinderen, sociale vaardigheden. Het is eigenlijk heel erg breed. Eenzaamheid, dat soort dingen. Een thema die we veel zien. Ja. Mm-hmm. Als mensen het gevoel hebben, ik kom er zelf niet uit, dan... Kunnen ze aan de deur komen of bellen? Ja, eigenlijk wel. En het mooie van het maatschappelijk werk is dat mensen ook heel makkelijk eigenlijk bij ons binnen kunnen lopen. Er zit geen lange wachtlijsten. Het is kosteloos. En daar kunnen wij even mee oplopen, zeg maar, met mensen die een bepaalde ondersteuning nodig hebben bij wat dan ook. Want jullie zitten in het gemeentehuis. Ja. Daar beneden inderdaad in de publieke hal, daar aan de zijkant zit Nabapoort. En daar... Zijn wij onderdeel van... Kun je jullie vinden? Ja. Oké, okay, mooie plek. Het is een hele fijne plek, want je hebt ook hele korte lijntjes met de gemeente waar we veel mee samenwerken. Dus dat loopt, vinden wij heel mooi in Haaksbergen daarin. Ja, snap ik. Ja. En nou heb jij een specialiteit ook, hè? Je bent algemeen maatschappelijk werker, maar je doet nog meer. Ik ben vooral schoolmaatschappelijk werker ook. Ik ben verbonden aan een aantal scholen in Haaksbergen. Basisscholen in Haaksbergen. Andere collega van mij is weer van de middelbare scholen, schoolmaatschappelijk werk. Maar ik doe echt het basisonderwijs. En daar doen we ook ontzettend veel gesprekjes met leerlingen. Sociale vaardigheidstrainingen bieden we aan. We draaien op dit moment een kiesgroep. Dat staat voor kinderen in een scheidingssituatie. Ja, dat komt ook nog wel eens voor natuurlijk. Ja, nou absoluut komt dat veel voor. En we gaan ook daarin dus op een hele laagdrempelige manier in gesprek met kinderen, zodat ze ook een plekje op school hebben om eens te kletsen over waar loop je tegenaan of Maar je zegt basisschool, ik kan me niet voorstellen dat die kinderen zichzelf aanmelden, want ik heb een probleem. Ik wil graag naar een maatschappelijk werker. Nee, heel vaak gaat het wel, het kan via de ouders, het kan ook via school, want school is natuurlijk heel erg van het didactische, het lesgeven. Maar soms signaleren die wel bepaalde problematieken. Een kind kan bijvoorbeeld gepest worden, zit niet lekker in zijn vel. En dan komen wij in beeld. Dan kunnen wij eens gaan zitten met dat kind. Ouders gaan scheiden, zei je al. Ja, scheidingssituatie, ja. En dan kan bijvoorbeeld een intern begeleider van een basisschool contact met ons opnemen. Ouders kunnen zelf contact met ons opnemen. Wij sluiten ook aan bij overleggen op scholen, waar ook bij de jeugdverpleegkundige aansluit en de gedragswetenschapper. Daar sluiten we ook bij aan, kunnen we meedenken. Dus ja, ook dat doen wij. Je praat er enthousiast over. Je vindt het vast leuk werk. Heb je ook veel successen in dat werk? Ja, eigenlijk, het is heel dankbaar werk. Kinderen vinden het over het algemeen heel erg waardevol om even dat één-op-één momentje te hebben. En ook zoals met een SOVA-training of een kiesgroep. Altijd super enthousiaste kinderen om je heen. En dat maakt het natuurlijk wel leuk werk. Kun je iets over die training zeggen? Want je hebt het voor je liggen. Je wilt er vast iets over zeggen of laten zien. Ja, dit is ons werkboekje momenteel van de SOVA-training. SOVA is de afkorting van sociale vaardigheidstraining. Aha. En dat we komen nu in de kappen toevallig ook. 8 keer bij elkaar. En dan gaan we eigenlijk oefeningetjes doen op het gebied van hoe leg je nou contact met een ander? Hoe ga je om als je gepest wordt? Wat kun je daar zelf in doen? Hoe knoop je een gesprekje aan met iemand? Eigenlijk alles op het gebied van sociale vaardigheden komt daar aan bod op een hele speelse manier. Wat leuk en wat goed. En het lukt ook met de kinderen? Want de kampen zijn vaak misschien een beetje gesloten. Ja, het is in het begin altijd wel heel spannend. Want ze komen ook eigenlijk overal van alle basisscholen eigenlijk wel. Het is een groepje van 10 kinderen ongeveer. Okay. Van meerdere basisscholen. Dus in het begin is dat wel heel spannend. Mm-hmm. Maar uiteindelijk
gaat het zo snel bij de kinderen dat ze zich toch wel op hun gemak voelen. En doen ze eigenlijk wel heel erg enthousiast mee. Dat is goed. Ja. Leuk. Ja. Er zijn ook wel eens kinderen die zeggen, ik heb een probleem met mijn ouders, die luisteren nooit naar mij. Oh. Komt ook wel eens voor. Ja, ja. Dat is wel best. Ja. Ja. Ouders en dan kun je daar ook wel heel... Ja. Ja. Ja, nou inderdaad. Ja. Ja. Hey, en ja. Je hebt nog iets bij je, zie ik. Leuke gekleurde puzzelstukjes. Dit is bijvoorbeeld... dit gebruik ik heel vaak voor het eerste gesprek met een kind. Dat is gewoon een heel simpel puzzeltje. En er staan allerlei onderwerpen op. Zoals bijvoorbeeld slapen. Hoe voel je je? Gezond eten. Sport en spel. En wat doe je in je vrije tijd? En zo ga ik dan aan de hand van zo'n puzzeltje gewoon op een hele luchtige manier het gesprek aan. Van, hey, hoe gaat het nou met jou? Hè? Slaap je lekker? Hoe voel je je zo op een dag? Lukt het met eten allemaal? Dus dan heb je eigenlijk op alle levensgebieden, zeg maar, van een kind wel eventjes, heb je wel even een gesprekje daarover. Oké. Ja, en dat vinden ze ook. Ja, kinderen zijn dat gaat heel open vaak daarover. Ja, dat scheelt natuurlijk. Ja. Hè? Ja, nou heb jij je specialisatie op school, ja. Kinderen. Wat zijn er binnen wijkkracht maatschappelijk werk nog voor andere specialisaties? Echt binnen het maatschappelijk werk? Ja, wij hebben ook een collega die zich echt wat meer focust op het stukje... wij hebben ook een formulierenbrigade bijvoorbeeld. Oh, dat de formulierenbrei. Dat is uit. Ja, dat is ook ja, dat is ook mooi. Dat wordt gerund door vrijwilligers. Ook binnen de NOV wordt 2 momenten in de week kunnen mensen 's ochtends langskomen met, ja, ik noem maar wat, brieven waar ze niet uitkomen. Bijvoorbeeld aanvragen van bepaalde toeslagen. Of ze worden radeloos van een brief van de gemeente. Ja, bijvoorbeeld. Niet uitsluiten. Nee, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ja. Ja. Dus daar helpen jullie dan ook mee? Ja. Ja. Want ik kan me voorstellen dat ik heb toevallig laatst met mijn moeder het een en ander in moeten vullen. En dat ik dacht van nou, hè? Ja, dat kan best pittig zijn hoor. Ja, ik kan me er alles bij voorstellen, ja. Ja, zeker. Maar zelfs wij hebben wel eens zoiets van, kunnen die brieven niet eens soms wat makkelijker omschreven worden? Want wij hebben dat zelf ook wel hoor. Dat we soms denken, ja, ik snap dat dit gewoon heel ingewikkeld kan zijn. Ja, dat is goed dat er dan onderstelling voor is inderdaad. Ja. Dat is de formulierenbrigade. Zijn er meer specialisaties? Ja, sinds kort zijn ook 2 collega's van mij begonnen met een steunpunt voor scheiding. En relatie en scheiding. Nou, dat is ook best een thema wat natuurlijk ontzettend veel voorkomt. Ook in Haaksbergen. Je zegt ook in Haaksbergen of juist in Haaksbergen? Ook in Haaksbergen. Ook in Haaksbergen. Ik kan niet zeggen juist in Haaksbergen, daar heb ik geen idee van. Maar ook daar komt is wat meer aandacht voor. Dat mensen ook daarin weten van, hey, ik kan bij wijkkracht daarvoor terecht. En ook een stukje, wat daar mooi aan is, dat het ook een stukje preventief kan werken. Hè? Als ouders nog wel, of een echtpaar nog wel bij elkaar is en er nog wel samen voor wil gaan, dat daar ook mogelijkheden in zijn. En, maar ook als de scheiding al wel in gang is, dat daar ook gewoon op een zorgvuldige manier met elkaar over in gesprek gegaan wordt en ondersteuning over aangeboden wordt. Dat is wel zo prettig inderdaad. Ja. Ja, daar is ook veel vraag naar, zien wij. Ja. We zijn bijna weer door de tijd heen. Ik heb toch nog een slotvraag misschien. Wat voor opleiding heb je hiervoor nodig? Sociaal werk. Sociaal werk. Ja, en vroeger heette het nog maatschappelijk werk en dienstverlening. En nu is het echt nog een bredere opleiding. Sociaal werk is echt ook met jeugd en met ouderen en met alles en nog wat. Maar social work is de HBO-opleiding die je nodig hebt. Okay. Ja. Wat mij betreft bedankt voor je enthousiasme en je helderheid. Heel graag gedaan. Dankjewel. Jullie ook bedankt.